Goedenavond, dames en heren. Welkom op de aftrap van carnaval 2023 op het 11e van 11e bal in Ter Heide. Geen gemekker, het kan nog gekker. We gaan de jeugdraad gaan wij eerst bekendmaken. Daarna gaat de jeugdraad ook een lied zingen voor ons. Deze voetballer wil graag Leonie Messi ontmoeten. Zijn ouders mogen hem wakker maken voor de jeugdraad. Vandaar dat hij dit jaar weer bij is. Geef hem een heel groot applaus, dames en heren. Leo Dietvorst. Ja, daar is hij. Welkom. Heb je er weer zin in? Ja. Goed zo. Ga lekker bovenop staan. Kan iedereen je goed zien. Zo, nu kunnen we echt van start. Leo is in de house en dan gaan we door. Deze sportieveling houdt vooral van zwemmen en klimmen. En frietjes lussen altijd. Hier is raadslid Stella Groeneberg. Stella, wat fijn dat je er bent. Heb je zin in carnaval? Ja. En wat ga je doen in 2023 met carnaval? Nog een keer. Wat zeg je? Nog een keer. Nog een keer? Wat ga je nog een keer doen? Feesten? Ja. Kijk, dat horen we graag. Je mag de steek opzetten. Dankjewel. Ook de jeugdraad heeft narren. En dit jaar hebben we twee narren. Ik ga ze voorstellen aan jullie. Deze grappige, lieve grapjas houdt van gezelligheid en cadeautjes. Ook al voor het tweede jaar in de jeugdraad. De andere is ook grappig. Houdt van zwarte humor en voor veel geld mag je hem 's nachts wakker maken. Vorig jaar zat hij ook bij de jeugdraad. En dit jaar weer. De narren. Jurre Tekin en Jonas Dietvorst. Ja, die hebben er zin in. Hier moet je zijn. Op het podium. Kom maar lekker op het podium. Kijk. En gaan jullie lekker narren dit jaar? Ja. Heb je er zin in? Ja. Goed zo. Klinkt goed. En weet je wat, ik zie het al. Twee van die narren. De feestvreugde wordt op het top in te rijden. Hey, de volgende persoon. We hebben het over een raadslid. En dit raadslid droomt sinds hij klein is van de jeugdraad. Dit is dus een droom die gaat uitkomen voor deze persoon. En weet je wat zijn leukste herinnering is? Dat bij oma een aardbeientaart uit de handen liet vallen. Dat is natuurlijk niet erg leuk voor oma. Maar hier hebben we raadslid Rick van Schaik. Welkom Rick. Nou, laat je eens even zelf zien aan het publiek. Zwaai even. En is het een droom die uitkomt? Ja. Snap ik. Heel veel plezier. Het volgende raadslid. Deze waaghals gaat met zijn broertje in de Baron. Dat wil hij ook wel met Cristiano Ronaldo doen. Maar zijn vader is niet zo'n lefgozer. Die gaat er niet mee in. Voor de tweede keer bij de jeugdraad is dit Nout Segers. Hallo Nout, heb jij er ook zin in? Ja. Goed zo, ga lekker bovenop staan. Ik vind dat die kinderen allemaal wel heel glunderend binnenkomen, Frank. Ja, dat snap ik. Die hebben daar hier nou al een jaar naar uitgekeken om hier aan deel te mogen nemen. En daar sta je dan, hè. Volgende persoon is een dame. En deze dame is ook raadslid. Naar een onbewoond eiland, weet je wat ze dan mee zou nemen? Een MacBook. En dan zou ze naar de Apple Store gaan. Dat is haar droom. Oké. Okay. Hier is raadslid Katie Berg. Welkom Katie. Kom op het podium staan. Als ik me niet vergis, heb jij ook een beroemde vader in te rijden. Wie is jouw vader? Jos Berg. Joske, jazeker. Hey, heel veel plezier met carnaval. Heb je er zin in? Ja. Okay, gaan we lekker bij de rest staan. Dan heeft deze raad, die hebben ook natuurlijk twee hele mooie pages. Eén daarvan is de dochter van onze Carlijn. Dat mag natuurlijk wel gezegd worden. We hebben er eentje. Deze meid mag je wakker maken voor chocola. Ze is heel creatief en kan goed tekenen. De andere is een meisje, neemt het liefst overal een voetbal mee naartoe. Feesten vindt ze ook heel leuk. Beide dames zitten voor de tweede keer in de jeugdraad, maar nu als page. Sophie van Gol en Yveske Freytes. En daar zijn ze. Welkom dames. Jullie zien er mooi uit. Laat je even zelf aan het publiek zien.
Jullie zijn pages. Een mooi hoedje erbij. Wat ga je doen met carnaval? Feesten? Nou, lijkt me het enige juiste antwoord. Ga lekker bij de rest staan en ik wens jullie een hele mooie carnaval toe. Goed, dan gaan we door naar de volgende. Nou, het lijkt wel of Carlijn hofleverancier is dit jaar. Want de volgende, ja. Deze voetbalster houdt erg van giraffen. Oké. Okay. Plezier maken vindt ze dan ook erg leuk en gaat dat dit jaar met de jeugdraad doen. Hier is Eefje Freiters. Hallo Eefje, draai jezelf even om, want je komt hier natuurlijk voor het Trijse carnaval en al die mensen, ja, die komen nu naar jou kijken. Wat vind je daarvan? Ik denk dat het gewoon stil is van verbazing, mensen. Ze vindt jullie geweldig. Ga lekker bij de rest staan. Frank, jij had het over hofleverancier, maar nu komt er weer eentje aan. Zijn broer en zus gingen haar al voor. Deze sportieve meid houdt van feesten en van snollebolletjes. Ronald en Daniel, die hebben dus 3 kinderen. En alle 3 zitten ze in de jeugdraad. Of hebben ze in de jeugdraad gezeten. En zitten ze nu dus in de jeugdraad. Geef een groot applaus voor Femke Lievens. Draai je maar om, dan krijg je de mooie steek op. En heb je er zin in? Goed zo. Goed, ja. Hier is iemand en ja, die zegt... Mijn vader is zo sterk dat hij een bord kapot heeft geslagen. Ja, en daar komt deze gezellige jongen wel erg om lachen. En hij heeft vooral zin in carnaval. Oké, hier hebben we raadslid Tim Verrijt. Welkom Tim. Nou Tim, laat maar eens even zelf zien aan het hele publiek. Zijn je vader en moeder ook in de zaal? Ja, daar achter. Tuurlijk. Dat ziet eruit als een hele sterke vader. Ja, heel goed. Heb je zin in carnaval? Ja, heel veel zin in. Oké, nou heel veel plezier. En dan gaan we weer door. Dit feestbeest houdt van snoep en pizza pepperoni. Hij wil ook graag snollebolletjes ontmoeten. Misschien kan hij hem als bestuurslid uitnodigen. Dat is wel een slim idee. Wederom lid van de jeugdraad, maar nu als bestuurslid. Kaspari Lohman. En daar is Kaspari al. Hallo Kaspari. Hi. En ik zie dat Kaspari, jij bent bestuurslid. En wat ga je allemaal doen dan? Weet ik niet. Dingen besturen. Vooral veel lol hebben, denk ik. Ja. Goed zo. Welkom. Nou, na Kaspari, ons bestuurslid, krijgen we weer een raadslid. Ja, en iedereen is even belangrijk, hè. Of je nou nar bent, of page, of bestuurslid, of raadslid. Je maakt samen, maak je de jeugdraad en maken we samen het carnaval. Maar deze persoon, dat is een avonturier. Die houdt van parachutespringen en hij vindt dat op school gamen verplicht moet worden. Carnaval zit ook bij hem in de genen. Dames en heren. Josh Eshuis. Josh, welkom jongen. Spring op het podium, draai jezelf om, laat je zien. En wat is jouw doel met carnaval? Feesten. Feesten, tuurlijk. Goed antwoord. Ga lekker bij de rest staan. Het volgende raadslid... Kan jij s'nachts, of maakt niet uit, je kan haar wakker maken voor frikandellenbroodjes. Ze houdt van gezelligheid, feestjes en mensen vrolijk maken. Ook dit jaar is ze weer bij. En het is eigenlijk een beetje, niet helemaal precies, maar mijn buurmeisje. Dames en heren, Roos van Bracht. Welkom Roos. Heb je er zin in? Zeker weten. Zo, kijk, dat is heel duidelijk. Goed zo. Hey, ga er lekker bij staan. Weet je dat Roos de dochter is van een BT'er? Ja, zeker weet ik dat. He? Een bekende trainer. Wie is jouw moeder? Wat? Linda Lips. Linda Lips? Huh? Linda Lips. Ja, daar staat ze.
Goed, dan gaan we gauw door naar de volgende, dames en heren. We krijgen nu hoog bezoek, want nu komt de adjudant gaat binnenkomen. Let op, deze jongen rijdt graag rond op een trekker. En zijn lievelingsdier is een aap. Ja, ik denk dat zijn vader daar wel een beetje op lijkt. En ook zit hij weer in de jeugdraad, maar nu als adjudant Rick Lievens. Zo, die heeft er zin in. Nou, je kunt wel zien, ik zie hier een kleine Ronald op het podium staan. Hoe is het, Rick? Goed. En heb je er weer zin in? Nee, ik heb er superveel zin in. Ja, dat vind ik een hele goeie voor jou. Superveel zin in. Ga lekker bij de rest staan. Dan gaan we naar het volgende raadslid. Deze Lego Master raakt niet uitgebouwd. Daarnaast is hij dol op feesten en geld, zodat hij meer Lego kan kopen. Hier is raadslid Kevin Bruins. Hallo Kevin. Kom er lekker bij staan. Ook jij krijgt een steek. Heb je er zin in, jongen? Goed zo. Oh, heel veel zin. Goed zo. Ga lekker op het podium staan. Ja, en dan zijn er nog twee over. En als je een beetje rond hebt gekeken, ontbreken er nog twee. Namelijk een veldwachter en een prins. Of prinses. Of prinses. Of een veldwachteres, of hoe je het ook wil noemen. En daar gaan we nu overhandigen. En ik heb hier naast mij staan, ja, kijk eens. Wat was jij? Veldwachter. Was, hè? Dus dit is niet de veldwachter. Die staat daar nog achter de coulissen te wachten op ons. Maar we gaan ze even, of hem, gaan we even onthullen. Deze jongen krijgt de slappe lach van Najib Amali. En de kieteldood krijgt hij er ook nog van. Hij wil graag samen met Jochem Meijer grappen maken. Maar eerst mag hij voor het tweede jaar meefeesten met de jeugdraad. Dames en heren, hier onze nieuwe veldwachter. Mees Willemsen. Hallo Mees. Kijk. De ketting. Ja Mees, draai eens even naar het publiek, want ja, dit is niet zomaar een kostuum, hè? Dit maakt wel echt heel bijzonder, vind je niet? Ja, zeker. Had je dit altijd willen worden? Ja. Dat snap ik. En is de andere veldwachter, hè, van de andere raad, is dat jouw voorbeeld? Ja. Denk het wel, hè? Remco is echt een goede peer, hè? Echt een goede veldwachter. Ik hoop dat je het ook nog lang doet. En ik hoop ook dat jij er lang bij bent en carnaval in goede banen geleiden. Ja. Ja, dat gaat gebeuren, hè? Succes, dankjewel. Ja, en dan is het moment aangebroken. De prins of prinses van de jeugdraad. Ik heb hier Dana bij me staan. Komt er maar bij Dana. Dana is nu Dana, dat was voorheen prinses Dana. En wij gaan de nieuwe prins of prinses onthullen, hè? Deze persoon mag je 's nachts wakker maken voor snoep. Zijn of haar grootste talent is feestvieren. Nou, dat hebben wij nodig met carnaval natuurlijk. De jeugdprins of prinses van dit jaar is, Dana, aan jou. Dana Haasdijk, oftewel Hazi de Eerste. Prins Hazi de Eerste. En daar is hij, hoor. Daan, hoe voelt dat? Goed. Past de steek goed? Ja. Mooi man, en de cape, hij zit als gegoten. Wil jij hem nog wat tips geven, Dana? Ja, Dana, heb je een tip voor prins Hazi de Eerste? Vooral veel feesten en je niet aantrekken van anderen. Vooral feesten en niks aantrekken van anderen. Gaat jou lukken, hè, Hazi? Ik denk het wel. Ik weet het zeker. Zeker, ja. Dames en heren, wij hebben hier voor u de complete jeugdraad voor carnaval 2023.
En dan heeft de jeugdraad, je ziet allemaal wat papiertjes allemaal slingeren. Maar die hebben ook een heel mooi liedje voor jullie gemaakt. En dan willen ze nu, samen met Noodkreet, willen ze dat voor jullie gaan zingen. Café.